88. Het is stil op de zuidoever van de Rijn, tegenover het stadscentrum van Arnhem. Bijna stil. Zachtjes kabbelt de Rijn. Een stoomschipje voorbij. Werkt Jan Prins zijn plan uit onder de naam ET, Arnhemse Stoomsleephellingmaatschappij, wordt een nieuw bedrijf gesticht waarvan Arnhem nog veel zal horen. Machinefabriek met scheepstimmerwerf en stoomsleephelling. Deze exploitatie omvat het bouwen en herstellen van schepen en stoomboten, de vervaardiging en herstelling van en het drijven van handel in allerlei soort van machinerieën, stoomketels, werktuigen en gereedschappen. Het gieten van ijzer en koper, alsmede het drijven van handel in alles wat op den bouw van schepen en stoomboten betrekking heeft of daarmee in verband staat. ASM! 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 Thank you.
bijvoorbeeld Scheen, kan men zich niet zomaar forceren tot de staat. Letterlijk met een blanco blad. Als eerste stap in het proces bepaalt het bestuur de voornaamste kenmerken van de nieuwe schepen. Met name het type, de grootte en de capaciteit. Deze kenmerken worden gekozen om de bestaande vloot zo competitief en efficiënt mogelijk te versterken en zo goed mogelijk te beantwoorden aan de verwachte marktevolutie. Deze wordt bepaald door gedetailleerde analyses van economische parameters, specifieke klanteneisen, wereldhandelspatroon enzovoort. Dit resulteert in veel nervositeit en stress.
en rare kerels, voornamelijk elektriciens, die rommelen in de schakelborden en machines, wat tenslotte leidt tot complete paniek. Soms blijkt alles wonderwel te werken en na de gebruikelijke verwijten en beschuldigingen zijn beide projectteams het eens dat het wachtschip klaar is voor gebruik. Tijdens de oplevering van het schip beloven beide partijen elkaar eeuwige vriendschap, worden herinneringen opgehaald aan de geweldige samenwerking en starten de festiviteiten waarbij velen al eens waarschijnlijk veel op hebben. Dat ze goed werk geleverd hebben. En toegegeven, er is weinig dat kan tippen aan de voldoening van een oplevering van een schip. Klinken. Later heb ik nog geklonken. Nagelen, tegenhouden, klinken. Als klinken heb ik goed geklonken. Hete klinkers. Tegenhouden, slag. Als klinken heb ik goed geklonken. Groeit hete nagels, haakklinkers, watjes in je ogen. Watje, wat nou? Watje, watjes in je oren. Watje. Doof. Hoor. Is doof. Kom nu mannen, nageljongen, tegenhouder, klinker. Klinkt de hoge kiel, van voor tot aan het achtereind. Met de slingerplons, gat na gat, doe voort. Blaas aan dat vuur, gloei de nagels wit. Gooi nu en vang met de ledertrechter. Pers de gloeiende nagels in het gesoevereinde gat. Houd de klinkkop tegen, de klinkhamer erop. Tot een platte kop. Wit, rood, oranje, dan rood en grijs. De nagel krimpt en perst de platen samen. De nadel ligt, het water buiten. Voortgaan mannen, de klink erin, tijd is geld. Huk je toch die nagel daar in het zand? Dat is geld, ga op. En maak je heel, thank you.
Washington plaats te halen. 1050 kilo bouten en boeren. 121.000 klinknagels. 150 overalls met ASM-logo. 1000 katoenen poetsdoeken. 350 lappen poetskatoen. 87 kilo handzeep. 70 vaten hellingvet. 864 paar werkhandschoenen. 40 ton hellingblokken. 1400 liter loodmijn. 1700 liter kool. 800 vaten scheepstier. 20 veldovens. 450 koperen batterijstroken. 8 diagonale krippel-expansie stoommachines. 12 vaatlijke stoommachines. 4 stoomkamers. Pijplengte is ongesorteerd. 20.000 loonzakjes. 300 meter ankerketting. 5.000 meter installatiekabel. Scheepsschroeven. 1 luxe directieauto. 1 ASM vrachtauto. Diverse soorten hout. Tiek, Meranti, Pok, Grenen, Mahoni, Vuren. 575 liter beenderlijn. 250 liter scheepslak. 10 scheepsklokken met sleutel. Aandelen. Werktafels. 15 tekentafels, 45 bankschroeven, 33 wc's, 1 fles champagne en een kist sigaar. 415 meter hoeklijn, 315 ton plaatstaan, 1050 kilo bouten en moeren, 121.000 klinknagels, 150 auto's met ASM-logo, 1000 katoenen poetskatoen, 150 lappen poetskatoen, 87 kilo handschoen, 70 vaten hellingvet, 64 paar werkhandschoen, 40 ton hellingblokken, 1400 liter loodmijn, 1700 meut kooks, 800 vaten scheepsier, 20 veldovens, 450 koperen batterijspoorten, 8 diagonale triple-expansie stoommachines, 12 vaatlijke stoommachines, 40 stokampers. De voorraadpijplengte is ongesorteerd. 20.000 loonzakjes. 300 meter ankerketting. 5.000 meter installatiekamer. Scheepsschroeven. 1 luxe directieauto. 1 ASM vrachtauto. Diverse soorten hout. Tiek, Meranti, Pok, Grenen, Mahoni, Vuren. 575 liter beenderlijn. 250 liter scheepslak. 10 scheepsschroeven. Met sleutel. Aandelen. Werktafel. 15 tekentafel. 45 bankstoelen. 33 wc's. 1 fles champagne en een kistkaart. 1 fles champagne en een kistkaart. 1 fles champagne en een kistkaart. De sirene, de bevrijding. Zaterdag, betaaldag. De loonzakjes worden op naam uitgereikt. En dan naar huis.
alles schoon. Alles is schoon. De lorry neer. Laat de lorry neer. De kiel wordt nu gelegd. Laat het kielstuk zakken. Zakken met dat ding. We beginnen weer. Leg het kielstuk neer. Vlakke vloer, dan de spanten. Hoekstaan. Huid. Huidplaten. Rhinoceros. Wat is hij groot? Wat is hij mooi? En sterk. En stoer. Yeah.
en met sigaar. Naast de burgemeester, naast de opdrachtgever, dan de werfdirectie en de notulen omheen. De schoolklas joelt. Ik doop u Johanna. Knip het lint door, is door. De fles champagne knalt kapot. De laatste keg. De keg mag weg. En dan de klap. Zit hij vast? Is alles los? Ja, hij komt. Langzaam van de helling neer. Steeds sneller. Het schip wil niet meer wachten. Het schip wil water voelen. Lauro Sodré, passagiersschip, Brazilië. 1952, De Lande, Bagger Grinszuiger, Tanger. 1960, Kustvaarder, Dublin. 1952, Niassa, Veer en Sleeboot, Lissabon. 1970, Otto Port, Container Vrachtschip, Hamburg.
Fantastisch applaus voor Jelena. En voor Bram. En voor alle mensen daar, de krachtpatsers op de linkerzijde. En op uw rechterzijde, Thomas, slagexpert. Mathilde Santing. Het orkest. Subcomponist Bert Lofs, geblesseerd, maar wel aanwezig. En last but not least, Bo van der Graaf. Een waanzinnig applaus voor de dansers. En voor alle dames en heren achter de schermen. Ik zet te veel om op te noemen, maar ik zie daar in ieder geval achter Bo. Bert. En niet vergeten, Jan Prins! Dames en heren, we laten u niet naar huis gaan zonder het laatste prachtige stuk ASM-slot, gecomponeerd door Bo van der Graaf, nog een keer te vertolken. Thank you.
Ja. Oké, mogen we Natasja even hier hebben, dames en heren? Natasja Beyer, die dit allemaal ontzettend goed voor ons geproduceerd heeft, deze Mega Plus. Hé, hey. Hier is Natasja. Zonder haar was het nooit tot gekomen. Staat er niks op, kom op Natasja. En ja, Uwe heeft een dingetje voor jou gesmeed vanmiddag. Die gaat het nu aan jou overhandigen. De zilveren roos. Al een roos. Uit de smederij van Oer. Waarom was je het? Oké, we gaan wat drinken met z'n allen. Gaan jullie mee? Ja. Allemaal op de zeester. Thank you.